In het werk Droplets 2 vraagt Christian Richter echt het uiterste van degene die het uit moet voeren. In dit geval Konstantin Napolov, voor wie het werk ook geschreven is. Konstantin moet met twee handen en een aantal stokken uit één gong allemaal verschillende ritmes halen die tegen elkaar ingaan, verschillende snelheden hebben en dat ook nog van heel zacht tot heel luid. Het effect is zoiets als regendruppels. En de polyritmiek die kan ontstaan door het getik van de regen, die dus eigenlijk gewoon in de natuur aanwezig is, was dan ook het uitgangspunt voor Christian Richter.